In de voormalige Prins Willem-Alexander School in Schravenzande zijn 17 kluswoningen opgeleverd. De kopers hebben een kamer gekocht die ze helemaal naar eigen smaak tot droomhuis kunnen vertimmeren. Dit kluswoningenproject is een idee van de partij LPJ Westland, die in 2014 een motie indiende. In Den Haag is het een heel groot succes om oude gebouwen om te bouwen tot woningen voor starters. En dat wilden we hier ook doen. Dus we staan hier nu in deze school. En dit project is dus nu vandaag gelanceerd en daar zijn we erg trots op. Nu, zo'n anderhalf jaar verder, zijn de kale kluswoningen een feit. De kopers hebben een jaar de tijd om er een droompaleisje van te maken. In de gang hangen ook weer de glas-in-loodramen, die tijdens het gereedmaken van de oude school even veilig waren opgeslagen. 2-1-0! Oh. Dit is het eerste kluswoningenproject in Westland van het Haagse projectbureau Steenvlinder. Zij hebben gezorgd voor aansluitingen op gas, water en elektra. De rest mogen de klussers zelf doen. Ja, het is een hele nieuwe vorm. We kennen het nog niet in het Westland. 17 kluswoningen in een oud schoolgebouw waar de mensen heerlijk hun eigen gang kunnen gaan om een nestje te maken of een woning te bouwen die helemaal naar hun eigen zin is. Er zijn nog geen concrete plannen voor een tweede kluswoningenproject, maar de gemeente staat daar wel voor open, liet wethouder Reijneveen weten. Nou, dat zou kunnen. Het gaat natuurlijk om leegstaande, bestaande panden die een nieuwe functie krijgen. Nou, daar hebben we er niet zo heel veel van in Westland. Maar als het mogelijk is, dan staan we daar zeker voor open.